De politieke partijen in de regio maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De VVD in neder heeft haar lijst inmiddels compleet. De huidige lijsttrekker Stefan van Zomeren blijft op die positie. Op nummer 2 staat Peter van Essen en op nummer 3 Niels van Andel. Oud-burgemeester Henk Zomerdijk van neder heeft zich ook aan de lijst verbonden door als lijstduel op te treden. Ook het CDA in neder heeft haar lijst openbaar gemaakt. Op nummer 2 staat Martin Hommerson. Herman van Dijkhuizen is opnieuw lijsttrekker. De eerste vier namen op de lijst worden compleet gemaakt door Geert van der Lucht en Ton Keuken. De PvdB in Tiel heeft Evert en Wanda van IJzendoorn bereid gevonden om aan de slag te gaan voor hun partij. Evert was eerder actief voor Sociaal Tiel. Ja, het nieuws is dat Evert van IJzendoorn, voormalig fractievoorzitter en raadslid van Sociaal Tiel, en zijn vrouw Wanda van IJzendoorn, commissielid namens Sociaal Tiel, overkomen naar de PvdB. Dat is een mooie ontwikkeling, want het maakt onze fractie alleen maar weer sterker.